Dus heel fijn dat u er vandaag ook kan zijn. Samen lukt het ons ook om grote projecten uit te voeren. Begin dit jaar bijvoorbeeld is er een grootschalig herstelproject afgerond dat de natuurlijke dynamiek van ons weer in onze duinen terugbrengt. PWN is dus naast drinkwaterbedrijf ook natuurbeheerder. In totaal beheren we zo'n 7500 hectare duingebied tussen Schorl en Zandvoort. Eigenlijk spreken we hier dus over het ultieme voorbeeld van functiecombinaties. Prachtig gebied, heel veel potentie, maar dat wil ik ook nog wel genoemd hebben. Er is hier ook een initiatief voor ondernemers. Die hebben samen de handen ineen geslagen. Die hebben gezegd, ja, wat kunnen wij nou als private partijen eraan bijdragen? Hè? Want dat levert ons ook wel op. Het zijn ook ondernemers die in het gebied zelf ook actief zijn met hun bedrijf. En dat vind ik ook wel prachtig. Het is natuurlijk zo dat het onderwerp waar we nu voor bij elkaar zijn ons allemaal ontzettend raakt. En ik vind het elke dag opnieuw, zeg ik in alle openhartigheid, een groot feest om mee te mogen bijdragen aan de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming, beheer, maar ook ontwikkeling in ons land. Dat is iets wat we niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor toekomstige generaties. En ik heb al weliswaar geen kleinkinderen, maar wel twee, één van tien en een kleintje van anderhalf. En als je dan hen ook ziet spelen of wandelen, of het nou in de duinen is of in de bossen, dan weet je waarom je het doet. Ik denk wat hier nu gebeurt, groot compliment waard, ook aan PWN, aan de provincie en aan al die private betrokkenen. Dat laat zien dat het ook echt wel kan. Maar dan moet je wel samen ook willen. En dan moeten we ook met de neuzen dezelfde kant op staan. En die functievermenging is echt iets voor de toekomst. Of het nou om het combineren van drinkwatervoorziening met natuurgebied gaat, of bijvoorbeeld recreatie inderdaad. Officieel het bezoekerscentrum voor geopend en dan tellen we af van 3. Gaan jullie meedoen? 3, 2, 1. Ja, jij ook, hè? Ja. Leuk.